Hoi, ik heb vandaag voor jullie deze super simpele schooldoek. Deze schooldoek heb je in 5 minuutjes gemaakt. Hij is niet al te heftig en kan voor elke huidtype. Ben je benieuwd hoe ik deze schooldoek heb gemaakt? Blijf dan zeker verder kijken. Ik begin met een lippenbalsem en dit is een licht getint lippenbalsem. Ik vind het wel leuk om een kleine tint aan mijn lippen te geven, maar moet je natuurlijk zelf voor kiezen. Zorg er wel voor dat je lippenbalsem echt heel erg hydraterend en verzorgend is. Dan blijven je lippen ook gewoon heel de dag zacht. Zeker in de winter is een lippenbalsem heel fijn, omdat dan de velletjes gewoon minder worden en je lippen gewoon verzorgd zijn. Het ziet er ook gewoon wat beter uit. Het voelt gewoon lekker aan. Dan ga ik de oogschaduwbasis gebruiken. En dat breng ik natuurlijk aan over mijn oogleden. En een oogschaduwbasis gebruik ik zodat mijn oogschaduw heel de dag mooi en lang blijft zitten. En zodat ook de kleur wat mooier wordt. Ik ga een champagnekleurige oogschaduw gebruiken. Dat is deze kleur. Ik gebruik mijn vingertop. En dit dep ik eigenlijk over mijn oogleden heen. Tip, als je oogschaduw een beetje onder je oog is gekomen, neem gewoon een wattenstaafje. En wat je doet, je rolt het wattenstaafje gewoon onder je ogen. En dan zit er geen oogschaduw meer onder je ogen. De oogschaduw zit erop. Ik heb voor deze lichte champagne kleur gekozen, omdat het gewoon je ogen wat groter laat lijken. Dan ga ik mijn wimpers krullen. Als je al hele mooie gekrulde wimpers hebt of je wilt je wimpers niet krullen, hoeft het natuurlijk niet. Ik ga wel mijn wimpers krullen, omdat ik zelf niet zo gekrulde wimpers heb. De wimpers zijn gekruld, dus nu ga ik ook mascara aanbrengen. En dit is de complete look. De mascara zorgt natuurlijk voor dat je ogen nog meer spreken en nog wat opener worden. En dat je wimpers lang en mooi zwarter worden. Als je geen oogschaduw draagt, sla dan zeker gewoon de oogschaduw over. Dit is een hele simpele look voor school. En iedereen kan die dragen. Hij is niet te heftig. Ik hoop dat jullie deze simpele en snelle school leuk vonden te zien. Bedankt voor het kijken van de keer. Doei!